Hey yo Nintendo fans! We moeten nog 19 sterren tot we Princess Peach kunnen bevrijden in Mario Galaxy. 19? Ja? Was jij maar weer 19? Hoezo? Omdat je oud bent! Ja, dat weet ik toch. Hoef je mij niet te vertellen. En we doen even een stapje terug. Want in de tweede dome hebben we nog twee planeten die we kunnen doen, waaronder deze. En dit is Battle Rock Galaxy. Laten we hier even wat sterretjes vandaan grappen, jongens. Battle Rock Barrage, wow! Oh, wat doen al die kanonnen hier, jongen? Ja, dat kan ik wel verzinnen eigenlijk, wat die kanonnen hier doen. Die willen Mario kapot schieten. En dat is nou precies even niet de bedoeling. Eens even kijken. Ik moet sowieso even al die sterrenfragmentjes zien te pakken. We kunnen hier zo blijkbaar zo op. Oké, aan de onderkant. Ja, en dan kunnen we waarschijnlijk ook zo wel jumpen. Ja, top. Kunnen we even hier naartoe jumpen. Oh, oh, auw. Auw, auw, laat me met rust. Zit hier nog wat in? Hier zit een muntje in. Spring maar even naar deze toe. Ik zie niks, ik zie niks. Ah! Oké, we moeten naar deze. En dan naar de onderkant. Yes. En dan ook naar deze onderkant. Oh, die zit inmiddels weer boven. Toppie! Hoppa! Oké, nu kunnen we onszelf weer op gaan trekken zo. En door hier naartoe. En dan... Oh, yes! Nice! Yep. Nice, dan gaan we even hier naar boven. Toppie, kunnen we hier naartoe. Ik denk dat we nu in de voorzichtige modus moeten gaan. Hier hebben we weer zo'n schroef die we ook in de vorige aflevering hebben gezien. Oké, lekker dit. Mag dit misschien een tandje minder met al die kanonnen? Holy moly man. Kijk hoeveel kanonskogels er op ons afkomen straks. Ja, daar is wel één kanon kapot, dat is wel nice. Oké. Dit valt wel mee, jongens. Dit valt wel mee. Oh, ik moet nu eventjes hier naar onder lopen. En dan moet ik denk ik nu gelijk maar weer teruglopen. Ja. Oké, dan moeten we even dit allemaal ontwijken. Moeten we nu weer naar beneden. En weer terug. Oh, we hebben hier één grote gouden munt. Die kunnen we wel pakken. Kijk, nice. Oh, daar krijgen we allemaal starbits. Top. Wel weer even naar beneden. Even op blijven letten. Ja, ik dacht echt dat ik daar geraakt werd door een kanonskogel, maar blijkbaar niet. Hier moeten we denk ik even overheen springen. Ja! Oké, het gaat nog goed, jongens. Het gaat nog helemaal goed. Hopelijk blijft het goed gaan. Ja, voorlopig nog wel. We zijn nog steeds niet geraakt, dus het gaat best wel lekker. Oh, nu moet ik even doorspringen naar de volgende. Juist! Oké, hier is een ster. Hoe gaan we die ster pakken? Ik denk dat er een kogeltje tegenaan moet komen. Oh, strakjes, want ik denk niet dat ik hem zelf kan pakken. Dus ik denk dat hier bullet bills uitkomen. Uit deze, juist. Hier komen inderdaad bullet bills uit. Hoppakee. Kom maar. Dan gaan we even deze pakken, want dan hebben we allemaal starbits. Nice. Billy, ik ben hier. Billy, als jij even naar deze toe wil, hè. Ik ben benieuwd namelijk wat er gebeurt als ik op dit ding spring. Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Wat gebeurt er als ik hierop bounce? Oh, kijk. Oké, dan kunnen we zo nog meer starbits pakken. Hallo, Billy. Hoi, komt u maar. Ik begeleid u naar de... Oké, dit ging bijna fout. Billy, kom jij maar. Kom maar. Dan begeleid ik je even naar dit ding. En dan mag je hier even op bouncen. Top. Jij mag de binnenbocht pakken. Dit gaat veel beter. Jump. Hier tegenaan. Yes! Hoppakee. Eerste star in deze galaxy. Dit zag er moeilijker uit dan dat het was, jongens. Want uiteindelijk viel het allemaal best wel mee. We zijn zelfs niet geraakt in deze hele... Dit hele level. En we hebben er weer een ster bij. Wat betekent dat we nog 18 sterren moeten totdat we Peach gaan bevrijden. Wil je dat deze serie doorgaat? Doe even een blauw duimpje omhoog en laat sowieso een reactie achter. En vergeet niet om te abonneren, hè jongens. En ondertussen hebben we weer een nieuwe planeet in de bedroom gevonden. Oké, wat kunnen we nog meer doen in deze Battle Rock Galaxy? Wij hebben hier het level Breaking Into the Battle Rock. Oftewel, we moeten er nu gewoon in. Net zweefden we eromheen. En nu moeten we erin. Geen idee hoe we dat gaan doen. Oh, oké. Daar dus. Okay, let's go, Mario. Hey, hier liggen bobbies. Bobby, go. Boom. Oh, we hadden echt superveel tijd trouwens. Ik was echt bang dat we te weinig tijd hadden daarvoor. Maar we hebben echt superveel tijd. We kunnen gewoon zo... op. Kunnen we hem ook gewoon neerleggen? Nee, we moeten wel gooien. Maar dit gaat helemaal goed komen. Beam! En door. Yo, wat is dit voor de ballonachtige mini-planeet? Met allemaal chain-jompies. Moeten deze Luma weten te helpen die daar vast zit? Liggen hier dan ook bommen?
Ja, kijk, hier liggen bommen. Top. Eerst kunnen we even proberen om... Wacht even. Dit gaat bijna fout. Bijna, maar net niet helemaal. Wat is dit? Oh, dit is een ster. Oh, super nice. Kan ik nu al die shit hier weghalen? Juist. Oh, dit is zo awesome. Pak ze. Maak ze kapot. Lekker. Dit is echt super cool. Oké, alle change-ompies zijn weg. Helemaal top. Kijk, nu kunnen we gewoon rustig chillen. We kunnen Bobby even lekker meenemen hier naartoe. En beam. Hallo. Hij maakt een shortcut voor ons. Oh, dat is aardig. Thanks. Dan gaan we snel nu naar boven. Woehoe. Wow, kijk even waar we allemaal worden langsgeschoten, jongens. Ik denk dat we hier wel een beetje voorzichtig moeten gaan doen. Dit is weer zo'n stukje inderdaad. Ja. Dit moeten we inderdaad rustig gaan doen. Ik pak in ieder geval even de power-up. En dan ga ik weer even terug hier naartoe. En dan trek ik mezelf rustig deze kant op. Zo. En dan moeten we overnieuw beginnen. Oké, Mario, poging 2. Juist. Rustig gaan. En ja, toppie. Oké, poging 2 ging top. Toch nog wel vrij snel. 1 keer geraakt. Ik accepteer het. Ik vind het helemaal prima. Moeten we even de big fat button even indrukken, denk ik. Terwijl even kijken hoe we daar gaan komen. Ik denk dat we een achteruit, of dat we een saltootje moeten maken. Zo, en dan zo hier naar boven. En dan, oké, niet. Moeten we gewoon een triple jump doen? Of moeten we hier in die buis? Ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Er zijn in ieder geval nog meer bobbies hier. Bobbies die je ook op kan pakken, denk ik. Oké, kom maar. Nieuwe bobby. Nieuwe bobby. Pak hem. Pak hem. Spring erop. Pak hem beet. Ja, top. Gooien. Ah, juist. Ja, dan kunnen we nu hierin. Dan worden we... Oh, dan kunnen we onszelf met een kanon schieten. Boom! Wat vet. Dit was super lachen. Oké, hetzelfde trucje moeten we hier nu aan de onderkant blijkbaar nog even doen. Zo, hoppakee, bommetje gooien. Ik vind levels met bommen vaak wel leuk. Ik hou er wel van om alles te laten ontploffen. Go, 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 go! Woehoe! Oh, dit is zo vet. Dit is wel weer een dik leveltje hoor, jongens. Dit is wel gaaf gemaakt weer. Oké, nog meer bobbies hier. Eens even kijken waar we deze bobby mee moeten nemen. Gewoon deze kant op lopen, denk ik. Kunnen we kiezen voor een up. Maar we kunnen ook gewoon dit grote ding hier kapot maken. Laat het upje maar lekker zitten. Ik ga gewoon in één keer voor het goede gat. Oh, we kunnen die up ook pakken. Blijkbaar was alles in één keer ontploft. Nice. En dan moeten we nu onszelf schieten naar die ster. Moeten we wel even goed timen. Ik denk dat we nu kunnen. Yo, nice. Super vet. Die levels met die bommen en die kanonnen vind ik echt super leuk. Oeh, nog 17 sterren te gaan. Ik denk dus dat we nog ongeveer 6 video's nodig hebben. En dat dan alweer het einde van deze serie zal zijn. Zo snel. Laten we het laatste level ook nog even doen in Battle Rock Galaxy. Top Maniac en de Topman Tribe, oftewel groep. Dit zal ongetwijfeld wel weer een boss battle worden. Oeh, spannend muziekje. Zou ik hier aan de onderkant zo... Ja, ik moet aan de onderkant dit doen en dan kan ik hem zo nakken. Lachen. Oké, nu moeten we weer hier naar boven. En dan hier naartoe. Oh nee. Oh, die zijn irritant, die dingen. Oh, we worden nu verplaatst op deze rubberen band. Zo. Dan moeten we even langs de bommetjes sturen. En dan gewoon even hier naartoe springen. Allemaal niet heel erg moeilijk tot nu toe. Worden we hier naar boven gelanceerd. En dan eens even kijken wat we hier moeten doen. Sowieso moet ik heel even op dit platform gaan staan. Want op die manier hebben we weer... Hoppakee. 6 leventjes. Kunnen we weer 6 keer geraakt worden? Nou ja, 5 keer geraakt worden eigenlijk. Maar wat moeten we voor de rest doen hier dan? Kan jij me helpen? Ah, we moeten die powerlines kapot maken. Dus we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat deze tol... Dat die deze dingen hier raakt. En dan denk ik dat we hem er tegenaan moeten schieten. Ja, oké, nu is die klaar. En dan kunnen we hem nu tegenaan schieten. Ja, wel. Oké, ik dacht dat het niet de oplossing was. Maar het was wel de oplossing. Deze Loemen zegt dankjewel, freedom. En ik ga transformeren, want dan heb ik voor jou weer een shortcut gemaakt. Woehoe. Daar gaan we weer, jongens. Oké, waar komen we nu terecht? We komen nu weer bij Monty Mol terecht. Kunnen we vanaf hier bijvoorbeeld op zijn bakken springen? Nee. Moeten we deze... Ah, kijk, we kunnen gewoon op deze manier kunnen we hem ontvluchten. Oké. We moeten nu dus gebruik maken van de zwaartekracht. En dan moeten we dan onszelf een voordeel meedoen. Eens even kijken.
Oh, laten we dit wel even goed doen dan. Zo. En dan kunnen we misschien hierin. En dan, ja, zullen we doorlopen? Ja, en nog verder doorlopen. Top. En dan kunnen we nu zo. En dan gaan we dus nu naar boven. Yes. Oh, oh, oké. Ik heb wel een uppie gepakt, dat was chill. Maar we moesten hier gewoon lopen. We moesten niet springen, want dan springen we weer in het rode. En dan gaan we dus weer de andere kant op. Go, 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 go. Nice. Hier moet ik denk ik dan snel overheen of zo. En dan moet ik hier denk ik even wachten. Bij deze Goomba. Ja. En door. Nice. Op zijn bakken springen. Dan hebben we weer een muntje. Dan kunnen we nu hier naartoe. Zorgen hier dat we niet geplet worden. Dat kan makkelijk op zich door zo te springen. En dan dat doen we hier ook weer. En dat doen we... Oh, dat doen we dan nog een keer. Wou ik zeggen. Moeten we even een aanloopje nemen. Hoppakee. Top. Alright. Buis in. Volgens mij gaat dit hartstikke goed. We hebben weer een uppie erbij. Is dit een baas of is dit een soort van wannabe baas? Oh, kunnen we hier bovenop? Oh, ik moet hier bovenop. Ja, ja, oké. Okay. En dan door. Juist. We hebben een knop ingedrukt. Nu gaan we naar een andere plek toe. Waar gaan we nu dan naartoe? Wat is dit voor stukje? Dit gaat weer helemaal op zijn kop. Oh, snap. Oké, okay, we moeten hier die poort weten te openen. Op die manier. Bijna. Nog een keer. Hoppakee. Dat is één. Oké, okay, nu die andere nog. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, top. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, hij raakt mij nu. Ik raak hem. Ja, bijna, bijna. Oké, okay, go, 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 go. Nog een keertje. Nog een keertje. Nice. Lekker. Poortje open. Het is nog steeds niet klaar trouwens. Oh, we worden erin gezogen. En door. En ja hoor. Kabeliggy blam boom poef. Nice. Oh, we zijn dus inderdaad nog niet klaar. Ik dacht even dat we toch al klaar waren, maar we zijn nog steeds niet klaar, jongens. Wat moeten we doen? Dit is een ruimteschip. Oh, ik zat niet op te letten. Het is de boss battle, jongens. Het is toch nog een boss battle. Wat een lang level is dit. Let's go. Wat is dit? Ja, daar komt Mr. Alien aan, joh. Is het Alien Bowser? Dit is geen Alien Bowser. Maar wat is het wel? Oké, okay, we moeten eerst zijn hulpjes, denk ik, kapot maken. Ja, zijn hulpjes zijn kapot. En nu? Oh, we moeten er bovenop springen, denk ik. Ja, kijk, we moeten er bovenop springen. En dan moeten we hem tegen de rand aanblazen. Oh. Denk ik... Ja, kijk, juist. Oké, okay, ja. En dan wordt hij geëlektrocuteerd. Nice. Nice, GG. GG's. En er weer opspringen. Ja, top. En dan eventjes zo. Beam. Starbits voor leven. Oh, dit wordt een ding. Dit wordt een ding. Ja, tenzij ik gewoon op zijn bakken spring. Dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook gewoon die andere twee negeren. Oeh. Negeren wordt toch wel een lastiger verhaal, denk ik. Go, 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 go. Oh, 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 oh. Ja, we hebben er één. We hebben er ook gelijk twee. We hebben ze gelijk allebei. Yo, man. Hoppakee. Kom maar, kom maar. En daar gaat hij hoor. Daar hebben we ook deze ster weer binnen. De Battle Rock Galaxy ster. De derde. Boom. In de pocket. Nice. En dat betekent dat we inderdaad nog maar 16 sterretjes nodig hebben, jongens. Nou hebben we hier nog één planeet niet gehad. En die kunnen we ook ontgrendelen. En dat is deze. Hurry Scurry Galaxy. Oh nee. Oh, dit is weer zo'n puzzel. Ja, de vorige puzzel ging goed. Hier moet je er dus voor zorgen dat je in één keer de goede weg loopt. Dit is de Shrinking Satellite, oftewel de krimpende satelliet. Hé, hey, maar zo eentje hebben we al gehad. Ah, maar nu moeten we gewoon die weg daar naartoe lopen. Kijk, we moeten nu letterlijk gewoon zo... Over die Goomba heen, zo, top. Yes. Kein probleem. We kunnen het uppie pakken, maar dat doen we niet. Oh, kijk. Hieronder is een ster. Nice. Nou, ziet deze er een stuk minder moeilijk uit dan de vorige. Want hier zijn niet overal van deze muzieknootjes. Dus ik hoop dat dit goed gaat komen. Ziet er naar uit alsof het wel goed gaat komen. Ja, oké. Okay. Dan moet ik hier even een jumpie doen. Juist. Oké. Okay. Top. Deze nog en deze nog. Nice! Ja, en als we dan goed vallen, dan hebben we toch weer even een sterretje erbij gefixt. En dan moeten we er nog maar 14. Oh, het begint nu echt op te schieten, jongens. Excuses, we moeten er nog 15. Niet 14, ik moet niet smokkelen. En ook in de engine room hebben we nu weer een nieuwe galaxy. Dus we hebben nog 2 galaxies te gaan die we nog niet hebben gedaan. En die gaan we in de volgende aflevering checken. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/wickedju. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!